De overval op coffeeshop Die Kreaat in Wolvega in januari van dit jaar is nog steeds niet opgelost. Daarom zijn er nu beelden vrijgegeven van de overval. Drie overvallers kwamen op 17 januari rond 11 uur het pand binnen en dreigden met een vuurwapen. Ook kreeg een van de medewerkers een klap. Enkele klanten van de coffeeshop vluchtten de zaak uit en raakten hierbij gewond. De overvallers gingen daarna hun daad vandoor met geld en drugs. De coffeeshop-eigenaar hoopt met het vrijgeven van de beelden van de bewakingscamera de brute overval op te kunnen lossen. Mensen die de daders herkennen of andere bruikbare tips hebben, kunnen bellen met 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.